Laatst vertelde overgrootmoe mij hoe ze haar hart verloor als meisje. Het was een liefelijk beeld uit vroeger tijd, want het is geschied tijdens een reisje. Als iemand toen heel ver moest zijn, ging hij maar zelden met de trein. Hij vond het al een prachtig ding als je met de postkoets ging. O, die kleine diligence, in die tijd zo vol romance, hotste langs de wegen voort, doch geen bankklank werd gehoord. Binnenin daar zat een dokter, een pastoor met een paternoster, een lief blondje heel charmant en een jongeman van stand. Het pastoortje bad, het doktoortje at en het blondje zat stil te blozen. En dat blozen kwam door de jongeman die gedichten voor haar las. O, die kleine diligence, in die tijd zo vol romance, hotste langs de lange baan, trok zich nergens iets van aan. Liep de diligence een flinke vaart, deed men soms wel 20 mijlen. En men stapte af bij het witte paard, om al daar een nachtje te verwijlen. Van Brussel ging het naar Amsterdam, wat minstens 7 dagen lang. Zo'n lange tijd ligt voor de hand, schiep heel vaak een hechte band. O, die kleine diligence, in die tijd zo vol romance, hotste langs de wegen voort, doch geen bankklank werd gehoord. Als ze hier of daar bleef stuiten, moesten ze allemaal naar buiten. En ze duwden dapper mee, volgens het reglement punt 2. Het was prachtig weer, en wel 100 keer keek de jonge heer naar het blondje. De pastoor dacht, nou het gaat hier reuze gauw, maak die 2 straks man en vrouw. O, die kleine diligence, in die tijd zo vol romance, kwam op tijd in Amsterdam. En daar eindigt de roman. O, die kleine diligence, in die tijd zo vol romance, hotste langs de lange baan, trok zich nergens iets van aan, trok zich nergens iets van aan.